De leesautobiografie. Voor leerlingen een mooi instrument om in kaart te brengen wat voor type lezer ze zijn. De HAVO4-leerlingen van het Hogeland College in Warffum hebben hun verhaal op papier gezet. Ik ben nu bezig met de leesautobiografieën van de leerlingen uit HAVO4. Ja, ze hebben heel veel werk ervan gemaakt, vind ik, want ze zien er allemaal prachtig uit. En voor mij zelf zijn ze heel belangrijk, omdat ik hier heel veel informatie uithaal over het niveau waar ze eigenlijk op zitten nu en het type boeken dat ze aanspreekt, want daarover vertellen ze mij. Ik denk wel dat, ook al hou je niet zo van lezen, dat er altijd wel een boek is die voor je weggelegd is. Voor iets waar je je in interesseert. En misschien dat ze het dan niet toegeven, maar dat ze het dan eigenlijk wel heel leuk vinden om te lezen. Op basis van de leesautobiografie geeft Monique Metsenmakers elke leerling enkele leestips. Wat hebben de leerlingen eigenlijk op papier gezet? Merel die schrijft, ik ben zelf een belevende lezer, want ik hou eigenlijk niet van lezen. En als ik dan toch verplicht iets moet lezen, wil ik graag een wat dunner boek. En ik vind het boeken wel leuk als het gaat over problemen. Ja, dan is het denk ik belangrijk dat ze iets gaat lezen wat over problemen gaat en wat niet al te dik is. Een heterogene HAVO4-klas betekent... Ze zijn allemaal anders, hè, die leerlingen. Dus hier lees ik bijvoorbeeld bij een andere leerling. Zij houdt van boeken die een duidelijk onderwerp hebben. En de boeken moeten ook lekker dik zijn. Dus het is echt een leesbeest. Het moet niet te snel uit zijn. Maar wel ook vrij heftig en een mooi en spannend verhaal hebben. Bijvoorbeeld drugsprobleem en een probleem met verslaving allemaal. Ik dacht zelf dat ik een belevend lezer was. Maar het bleek dus uit mijn leesautobiografie dat ik een herkennend lezer was. In de klas zitten de meest uiteenlopende leerlingen. Toch zijn er ook overeenkomsten. Wat wel bij de leeftijd hoort vaak is dat ze toch graag zich goed willen kunnen identificeren met de hoofdpersoon. Dat boeken waar gebeurd moeten zijn, dat vinden ze ook belangrijk. Ze weten wel dat het fictie is, maar toch, ik begrijp ook wat ze bedoelen. Het moet niet zo zijn dat je het leest en dat je denkt van ja, het wordt hier nou weer allemaal bij elkaar verzonnen. De waar gebeurde verhalen vind ik altijd wel interessant. En er moet wel genoeg spanning in voorkomen. Natuurlijk ook komt de vrouw bij de dokter van Kluun, want ik weet dat dat vinden ze vaak heel erg zielig. Ja. En heel mooi. Omdat ik de film ook al had gezien en die greep me al heel erg aan. En mijn moeder had dus ook het boek thuis en ik dacht, laat ik die gaan lezen. In de vorige les heeft Monique de leerlingen gevraagd om een echte aanrader mee te nemen. En ik wil als docent heel graag daar nog weer wat andere mogelijkheden naast zetten. Zodat ze wat te kiezen hebben en zodat ik ook ze wat prikkel tot boeken waar ze zelf niet zo heel erg snel op zullen komen. Goed, dan ga ik ze nu even pakken. In de les draait het om het kiezen van geschikte boeken. Dit doen leerlingen aan de hand van hun leesautobiografie. Ik heb nu wel gekeken van wat soort boeken, dat zijn herkennende boeken. En dat soort boeken kan ik beter gaan lezen, want die begrijp ik dan ook beter. Dan kan ik me beter in inleven. En is het ook makkelijker om het boek in één keer te lezen. Tijdens de les geeft de docent tips over boeken. En de leerlingen geven tips aan elkaar. Oftewel boekpromotie door de leerlingen zelf. Het doel is dat je aan het eind weet welk boek je gaat lezen voor het leesdossier. Als eerste boek, of misschien krijg je wel meer tips en krijg je ook al een idee van vervolgboeken die je wil gaan lezen. En de kunst is natuurlijk voor jou om die boeken te vinden die bij jou passen, bij jouw smaak, bij jouw ideeën. En dat jij dus ervoor gaat zorgen dat jij een goed leesdossier maakt. Tijdens de les noteren de leerlingen tenminste 3 boeken die hun interessant lijken. Als je dit plaatje ziet, dan staat hier ook een passievrucht op dit plaatje. Wat zou dan passievrucht kunnen betekenen? Nou, ik heb nog de passievrucht opgeschreven. Dat denk ik me ook wel een interessant boek om te lezen. En ook nog Dagen van Gras van Philip Huff.
Het leek me ook wel leuk omdat het, het is wel een probleem wat niet, dat best wel dagelijks voor, of dagelijks, het komt wel vaak voor. Wat nu is genoemd, deze les, heb ik ook al wat van opgeschreven en die lijkt me ook erg leuk om te lezen. Jullie hebben ook al ideeën over wat je gaat lezen voor het lezen. Nadat Monique boeken heeft voorgelegd, is het de beurt aan de leerlingen. Ik zie, Anne, dat jij meegenomen hebt. Vertel maar eens, welk boek en waarom heb je meegenomen? De Reunie van Simone van der Vlucht. Ja, ik vond het wel een heel leuk boek, omdat ik wel, er zit wel romantiek in. En vooral heel erg spannend en zo. De leerlingen vertellen over de boeken die ze hebben meegenomen. Zo raden ze onderling boeken aan. Vind je het een aanrader voor de anderen in de klas? Ja, dat wel. Want ik wou hem eigenlijk wel echt graag uitlezen. En het is wel leuk, want echt pas op het eind kom je echt erachter wat er mooi is gebeurd en zo. En als extra raadgever is er de website lezenvoordelijst.nl. Monique legt uit hoe het werkt. Bij deze site kan je dus ook kijken naar onderwerpen, zogenaamde tags. Ik heb gewoon de Lezen voor de Lijst site gepakt. En dan ben ik gaan kijken wat voor boeken daar zijn. En bovenaan de site staan dan boeken die ronddraaien, die waarschijnlijk populair zijn. En daar heb ik wat boeken uitgezocht. En dus Saskia, dat boek van Saskia Noord. Dus als je zegt, ik wil graag een boek dat heel veel gaat over de werkelijkheid van nu, dan zijn dit geen boeken voor je. Maar als je het juist leuk vindt dat er andere dingen in gebeuren dan jij. Aan het eind van de les hebben de leerlingen een lijstje met geschikte boeken. Zijn ze tevreden? Nou, ik was van plan om De Eetclub te gaan lezen van Saskia Noord. Want dat is een beetje een thriller. En dat sprak me wel aan en het was wel makkelijk te lezen, heb ik van mensen gehoord. Dus dan heb ik het snel uit en dan ben ik snel klaar mee. Mevrouw Metsenmakers heeft natuurlijk ook veel meer ervaring, dus die weet veel meer van boeken af. En aan de hand van zo'n leesautobiografie heeft ze dus dit boek voor me uitgekozen. En ik ben er eigenlijk wel tevreden mee. Ik ben het wel eens met de keuze. Iedereen heeft wel een eigen voorkeur. En voor die voorkeur is vast wel een goed boek te vinden. Oh, dat vind ik wel goed dat ze dat zo doen. Dat ze je niet zomaar een boek laten uitzoeken, maar dat je er wel hulp bij krijgt.